allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik weer voor jullie ik moet heel even nadenken, want ik heb er zoveel opgenomen de laatste tijd. Ik heb voor jullie vandaag weer favoriet van een maand video. Ik slaap zolder, maar mijn zusje zit in de slaapkamer voor te editen. Dus mocht je haar willen volgen op YouTube, zal ik hier even een linkje in de beschrijving zetten. En ik ga proberen om van alles wat ik in deze video ga laten zien, wat niet superveel was, proberen te linken in de beschrijving. Vorige keer ging het niet helemaal goed, want ik kon heel veel dingen niet vinden. Ik ga je zeggen, ik kan nu sowieso meer dan de helft ook niet vinden, want of ik heb het ergens random gekocht of gekregen, dus dan weet ik sowieso niet waar het vandaan komt. Maar in ieder geval, en ik heb niet zoveel items, dus ik ga ook nog wat dingen van social media en Netflix en zo met jullie delen. Maar ik wilde hier eerst een spul laten zien, die ik heb. Voor deze maand, oké, dit is echt heel kinderachtig, maar deze joggingbroek, ik heb deze maand echt hierin gewoond, zonder grappen. Hij is wel in de was geweest, don't worry. Maar ik bedoel, kijk, het is echt fantastisch. Ik ga niet laten zien hoe ik het aan heb, want daar voel ik me niet heel erg comfortabel in. Maar het is mijn favoriete joggingbroek. Dus niet heel bijzonder, maar wel super chill. En het mocht ook wel weer deze maand, want het regende best wel vaak en het was ook best wel koud. Dus dan heb ik ook dit schetsboek. Die heb ik een keer in de shoplog laten zien. Ja, deze is nog niet af, maar er was er eentje uitgevallen. Maar goed, hier heb ik nu tot nu toe 2 tekeningen gemaakt. Ja, het is heel simpel. Bij de Action gekocht. Niet heel duur, maar wel heel leuk. En zoals jullie weten hou ik van tekenen en van dat soort dingen. Dus dan is het super leuk om te hebben, I guess. Dan heb ik 2 boeken van dezelfde reeks. En er zijn nog 2 andere boeken die erbij horen, maar die heb ik nog niet gelezen. Dit is het eerste boek en dit is het tweede boek. Deze heb ik gisteren uitgelezen en deze vorige week. Deze reeks is echt fantastisch. Als je van, ja, het is niet, ja, het zijn wel kinderboeken, maar ik bedoel, als je een beetje in het trant van, hoe moet ik het, het is geen Harry Potter trant, het is ook niet, ja, het is gewoon leuk. Dat. Maar dit is dus van een serie die op Netflix staat, die heb ik al een tijdje geleden gekeken. Die is ook al af, sorry, ik ga even wat kijken of mijn moeder niet naar boven komt. Want die hoef ik niet op beeld, sorry. Maar goed, deze. En deze zijn geschreven door Lemony Snicket. Dus deze. En ja, je kan het nog volgens mij wel kopen. En anders, ja, als ik ze niet kan vinden, dan link ik ze niet. Maar in ieder geval, deze heb ik ooit een keer voor mijn verjaardag gekregen. 2 jaar geleden of zo. Vorig jaar, 2 jaar geleden. En ik ging ze nu pas lezen. En eigenlijk zijn ze echt fantastisch leuk. Dus zeker een aanrader als je ze in de kast hebt lezen. Als je ze nu nog niet in de kast hebt, ga ze kopen. Want ze zijn echt, tenminste als het jouw soort boek is. Maar goed, ik zet een link van waar je het kan kopen en dan kan je zelf even lezen of dat het wat is voor jou. Zo niet, helaas. Maar in ieder geval, ik vond het super leuk. Ik ga nog wel beginnen met deel 3 en 4, dus die zal je waarschijnlijk in mijn volgende favoriet van de maand zien. Maar goed, dit is wat ik deze maand heb gelezen. En dat is best wel, voor mij doen is dat best wel veel in een maand tijd. Want meestal lees ik echt 1 keer in het jaar een boek uit of zo. Maar niet omdat ik het niet leuk vind, maar gewoon omdat ik er zelf de tijd niet voor neem. Oké, volgende. Dit is ook een boek. Deze lees ik voor op stage. Zoals jullie weten loop ik stage bij groep 3, 4, 5. Ik heb tot nu toe, ik weet niet, volgens mij 5 tot 6 hoofdstukken voorgelezen. En dat is gewoon echt, het zijn korte verhaaltjes. Het is letterlijk 2 bladzijden. En dat is het. En de kinderen vinden het echt fantastisch. Ik kom er zelfs soms aan toe om 2 verhaaltjes, of 2 hoofdstukken en 1 pauze voor te lezen. Dus, en ze vinden het super leuk. En het is ook echt een leuk kinderboek. Dus mocht je een kindje hebben die, ik weet niet of je ze nog kan kopen, maar mocht je een kindje hebben die graag voorgelezen wordt. En wel wat ouder is. Want het is niet echt voor een kleuter. Maar wel leuk voor een groep 3, 4 of 5 kind. Want daar lukt stage. Dan is het zeker super leuk om voor te lezen. Even kijken. Heb ik nog 1 ding erin. En dan heb ik nog 1 item, dit item zelf. Deze parfum. Ik heb hem best wel lang al, maar ik gebruik hem nu pas echt sinds dat ik naar stage ga. Want ik vind het gewoon belangrijk dat ik lekker ruik. Dus dat is het hele ding ervan. Maar goed, deze dus. Ik denk dat ik deze maand echt wel op ga maken. Nee, niet deze maand, volgende maand. Maar goed, dat. En sorry, ik praat echt super snel, maar ik moet ook nog editen zometeen met een andere video. En die moet ik ook nog uploaden vandaag, dus stress. Oké, deze tas, die heb ik ook, die gebruik ik laatst ook heel vaak naar stage. Die heb ik ooit een keer op een rommelmarkt gekocht. Die heb je toen in een
een Koningsdagsverblog gezien, volgens mij vorig jaar. Dit jaar was geen Koningsdag, want dat ging niet door vanwege Miss Rona. Maar goed, deze tas. En nu gebruik ik een andere tas, omdat ik die woensdag toevallig nodig had. Maar goed, ik heb tot nu toe deze tas best wel vaak gebruikt voor stage. En dat is 8 keer, want ik heb tot nu toe nog maar 9 stage dagen gehad. Maar goed, dat waren de items die ik zelf heb. En dan ga ik jullie nu mijn social media dingen... Oh wacht, ik heb geen favoriete video trouwens. Van de maand, of wel? Nee, volgens mij niet. Ik moet er heel veel voor nadenken. Maar in ieder geval, ik heb wel een favoriete film van Netflix. En dat is A Star Is Born. Dat heb ik namelijk al 2 keer nu deze maand gekeken. En dat is echt mijn lievelingsfilm. Ja, mijn tweede lievelingsfilm. Maar die is echt... Oh mijn god, ga me zien. Hij staat op Netflix en hij is echt... Ja, ik heb hem niet in de bioscoop gezien toen. Dat wilde ik wel graag, maar helaas. En nu staat hij op Netflix en oh mijn god, ik wil hem gewoon weer zien. Maar ik wil niet dat ik er snel overheen, zeg maar, op uitgekeken ben. Dus ik ga er rustig mee aan doen, want anders is het niet leuk meer. Want het is best wel... Nou, het is best wel een... het is wel een leuke film, maar het is wel een film waarvan je denkt... die moet je niet te vaak zien, want anders is het saai. Maar goed, tenminste... Dat denk ik. Ik heb hem tot nu toe 2 keer gezien en tot nu toe vond ik het leuk. Maar als ik hem nu nog een keer ga kijken en dan volgende week nog een keer, dan ben ik er wel snel op uitgekeken. Dus vandaar dat ik het rustig aan doe. Maar die is onder andere dus met Lady Gaga. Daardoor wilde ik hem sowieso zien. En Bradley Cooper. En nou, dat is eigenlijk de twee grootste belangrijkste mensen die erin voorkomen. En Bradley Cooper heeft hem ook geregisseerd. En volgens mij goed met het script, volgens mij. Dat is helemaal leuk. En wat zo tof is, en ik ga geen spoiler zeggen, maar dat Bradley Cooper voor deze film gewoon muziek heeft liggen maken. Besef hoe cool dat is. Respect. Oké, mocht je Bradley Cooper niet kennen, shame on you. Sorry, maar dat vind ik echt. Oké, volgende ding. Favoriete serie van Netflix deze maand. Oh wacht, ik had het helemaal opgeschreven. Oh ja, Please Like Me. Daar ben ik vorige week mee begonnen, 2 weken geleden. Nee, volgens mij vorige week. En dat is echt een fantastische serie. Het is wel een serie waar je van moet houden. Want het is niet iedereen vindt dat leuk. Ik vind het wel heel leuk. Het is een soort komische serie. Het is wel een Australische serie. Dus als je geen accenten begrijpt of niet, gewoon niet kijken. Ook al zit de ondertiteling bij. Als je het niet snapt, niet leuk vindt, niet kijken. Want dan ga je de hele serie echt helemaal kut vinden. Als homofoob zou ik hem ook niet aanraden. Sorry, maar dat zeg ik er even bij. Want het, ja... Als je homofoob bent, zou ik niet kijken als ik jou was. Want daar gaat het eigenlijk van over. En voor de rest... Ja, het is gewoon... Ik ben tot nu toe bij seizoen 2. En ik vind het echt fantastisch. Volgens mij zijn er 4 seizoenen. En ja, ik vind het echt een topserie. Het is echt grappig. Ik snap die humor gewoon, weet je. En dat heb ik niet met veel series. Dat ik echt denk, oké, ik snap het. Maar met deze wel. En het zijn afleveringen van 1/2 uur. Dus... Dat is veel beter, want nu, kijk, als je een aflevering van 3 kwartier hebt, dan heb je een kwartier over. Denk je, ja, maar ik kan niet nog eentje kijken, want dan kom ik niet aan mijn tijd. En weet je, als je een aflevering van 1/2 uur hebt, dan kan je er nog eentje kijken, want anders heb je precies 1 uur vol. Snap je? Dus dat is beter. Ja, dat is tenminste, dat vind ik. Ik vind sowieso 3 kwartier afleveringen, vind ik een beetje zo van, nee. Ze zijn wel leuk, maar dan denk ik van... Je kan er wel 2 kijken, maar dan is het weer zo van 1/2 uur serie kijken, is ook een beetje lang. Snap je? Dus, maar zo, kijk, dat vind ik. Maar oké. Of doe dan een aflevering van 1 uur, dan heb je het gelijk goed. Maar, that's me. Oké, volgende ding. Mijn favoriete liedjesalbum van de maand is sowieso die van A Star Is Born. Ja, die liedjes luister ik bijna elke dag. Dat is echt gestoord, maar ik weet het. Maar het is echt... Ja, mijn obsessie met Star Wars wordt niet helemaal gezond. Maar gewoon oprecht niet. Niet per se met die film, maar gewoon met die 2 mensen, laat ik het zo zeggen. Maar gewoon, oh mijn god, dat is echt niet gezond. Maar goed, ik luister bijna alle nummers elke dag. En ik kan ze inmiddels dromen. Tenminste, niet allemaal, maar de meeste wel. Dus dat is mijn favoriete album. Mijn favoriete nummer is daarvan, ja, ik kan niet eens uitspreken, maar hier komt zo meteen een beeld wat mijn favoriete nummer ervan is. Maar het is wel van Lady Gaga en hij komt... Eerst komt er een nummer van Bradley Cooper, dan komt er, dan gaat Lady Gaga een heel klein stukje zingen. Dan komt er volgens mij weer een nummer van Bradley, nee niet weer een nummer van Bradley Cooper, of wel, nee volgens mij niet. Dan komt er dus dat nummer van Lady Gaga,
En daarna, nee, maar dat was niet boeiend. Oké, de derde nummer van de film, zeg maar, als je de film hebt gezien, dan weet je welke ik bedoel. Maar ik kan het niet uitspreken, want het is Frans. Sorry. Maar, ik ga het niet eens proberen, want het is echt alsof ik sta te kokhalzen als ik het ga proberen. Dus het is echt heel raar. Nee, oké, dat is dus mijn lievelingsnummer van deze maand. Want ik heb hem echt, ik luister hem echt oprecht elke dag. Ik versta geen woord Frans, echt totaal niet. Maar ik vind het gewoon een prachtig nummer. En ik heb natuurlijk de film gezien, dus ik, ja, dat. Trouwens, een feitje over Bradley Cooper. Hij is helemaal, hoe noem je dat ook alweer? Hij is professioneel, hoe noem je dat ook alweer? Hij kan vloeiend Frans. Dus ja, dus dat heeft hij gestudeerd. Dus dat is echt helemaal top. Dus vandaar dat hij, ik weet niet precies waarom, maar goed. dat moest ik even zeggen, dat was het volgens mij. Ik weet verder niet meer of ik nog een favoriete YouTube video van de maand heb. Volgens mij niet. Ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Oké, dat was het. Kort maar krachtig deze keer. Vorige keer was ik veel meer bezig. Maar deze keer valt het wel mee. Oké, dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Abonneer zeker op mijn kanaal als je mijn volgende video niet wil missen. En volg me op social media. Staat in de beschrijving. Doe een blij duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Laat een leuke reactie achter in de comments. Vind ik leuk om te lezen. Als je het niet doet, helemaal pech. En dat was het.